Hi, welkom bij Milo. We gaan vandaag de techniek behandelen van de Romanian deadlift, maar ik wil eerst even met jullie de anatomie bespreken. Als we kijken naar de anatomie rondom de heup, dan hebben we het over de posterior chain. We hebben de erectors die isometrische contractie leveren om de hefboom te bewaren. We hebben dan de glutes en de hamstrings die kracht gaan leveren om de heup te strekken. Nou, interessant aan de Romanian deadlift tegenover de squat en de deadlift is dat de squat en de deadlift buigen we de knie terwijl we de heup buigen en vice versa. Wat dus betekent dat je tegenovergestelde functies van de hamstrings vraagt terwijl je de beweging uitvoert. Tijdens de Romanian deadlift fixeren we de kniepositie, is een belangrijke technische tip, terwijl we de heup strekken, waardoor we de hamstring ook nog eens optimaal kunnen stimuleren. Door naar de techniek. Heupstructuur kan een limiterende factor zijn in het goed uitvoeren van een squat of een deadlift. En met niet goed uitvoeren bedoelen we dat we niet een neutrale positie kunnen vasthouden gedurende de hele lift. Ook bij een RDL kan dit een probleem zijn als je te ver zakt. Alleen de vraag is, wat is te ver? We gaan even droog oefenen. Wat Ben gaat doen is plaatst zijn handen op zijn bovenbenen. Druk tegen zijn bovenbenen aan om zijn lats aan te spannen. Het tweede wat hij doet, creëert een lichte brace om de neutrale positie te vinden en vast te houden. Vanaf hier ga ik Ben vragen om zijn handen over zijn bovenbenen naar beneden te glijden, terwijl hij zijn heupen naar achteren duwt. Waar we ook op gaan letten is dat zijn onderbenen verticaal blijven en dus dat hij die neutrale positie vasthoudt. Dus op deze manier kan je testen tot hoever iemand kan komen zonder gewicht. Als Ben nu verder zou zakken, zou hij zijn neutrale positie verliezen. En dat zal dan ook gebeuren als hij de RDL met een stang gaat uitvoeren. Op die manier kunnen we even testen hoeveel iemand kan zakken. Door naar de techniek van de RDL zelf. Net als bij de squat en de reguliere deadlift gaan we kijken naar bar path. Dus we willen dat de stang van boven recht naar beneden gaat en zoveel mogelijk boven het midden van zijn voet blijft. Het tweede waar we naar gaan kijken is de positie van de onderrug. We willen, net zoals we net hebben gedaan bij droogoefenen, dat de onderrug continu in neutrale positie blijft gedurende de hele lift. Ben gaat hem even een keertje laten zien. Je ziet, Ben trekt de stang weer tegen zich aan, zet die brace in, duwt zijn heupen naar achteren en houdt zijn schenen verticaal. De stang blijft continu boven het midden van zijn voet. Het tweede punt wat belangrijk is, is in de eindfase strekt hij zijn heup uit. Een RDL is meer een beweging van achteren naar voren dan dat je daadwerkelijk de stang optilt. Neem het ook mee in je coaching. Als je namelijk een stang gaat optillen, zul je zien dat mensen of een rib omhoog gaan trekken, ze gaan shruggen met hun schouders. Allemaal bewegingen die we niet willen, die zijn extra buiten dat we werken aan de heupextensie. Op het moment dat we een oefening kiezen om een bepaalde spiergroep te trainen, willen we ook dat die spiergroep de limiterende factor is voor de oefening. In het geval van een RDL wil je niet dat grip een limiterende factor is voor het trainen van je hamstrings en je billen. Dus in het geval, of als het voor zou komen dat jij de stang niet meer kan vasthouden voordat je hamstrings en billen vermoeid zijn, kies dan voor straps. Er zou geen reden zijn om straps niet te gebruiken. Ben gaat even laten zien hoe je straps optimaal vastzet. Belangrijk als eerste is dat je je pols zo dicht mogelijk bij de stang wil hebben en dat je de straps er dan pas omheen brengt. Ben brengt hem van achteren naar voren, zodat er geen afstand wordt gecreëerd tussen je hand en je stang. Doe je dit goed, dan kan je de stang eigenlijk alleen maar met je vingers vasthouden. Er is nogal wat discussie over wat nou een straight-legged of een stiff-legged deadlift is. Als we kijken naar de gewone setup van een reguliere deadlift, dan maken we gebruik van heupextensie en van knie-extensie. Door de positie van de knieën kan Ben ook zijn quads gebruiken om de beweging af te maken. Als we nu naar een straight-legged variant gaan, wat Ben eigenlijk doet is hij strekt zijn knieën, komt bijna helemaal horizontaal uit en zet nu de beweging in puur vanuit zijn heup. We schakelen de leg drive dus helemaal uit. Wat we op deze manier doen, is we maken de bewegingsuitslag vanuit de heup een stuk groter. We beginnen met de concentrische fase. Ben laat even een paar herhalingen zien. Wat deze oefening dus doet, is meer accent leggen op de posterior chain tijdens het uitvoeren van de deadlift. En het kan je dus absoluut helpen om een sterkere deadlift te creëren. Succes!